Ik kijk nu weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag zaterdag. Ik heb me net een beetje klaargemaakt. Haren gekruld. Die moet ik dus nog zometeen even uitborstelen. Maar ik wil ze even goed laten afkoelen. En ik borstel ze trouwens uit met mijn handen hoor. Niet echt met een borstel. Want dan had ik het dus goed niet kunnen doen. Even kijken. Vandaag en morgen heb ik draaidagen. Met volle bak. De YouTube kanaal van Toyota waar ik dus in presenteer of op presenteer. Ja, zie ik. Ik moet eigenlijk kledinghangers meenemen. Maar zou ik dan gewoon zo'n nieuw pakje pakken? Ja, als je daar niet prettig bij voelt, dan moet je dat niet doen. Dat is zo niet erg. Dan moet je gewoon even dat nieuw pakje. Zie ik al bedoeld dat ik vind die kledinghangers lelijk. Ja, maar die kledinghangers gaan niet te zien zijn in de video. Dan zou ik lekker een nieuw pakje pakken. Oké. Okay. Makkelijk meenemen. Ja, klopt. Is dat? Zijn er 10 of zo? Ja, hopelijk niet te veel. Hopelijk zijn er gewoon 10. Nou. Deze van de Action, maar je weet toch gewoon degene die wij hebben. Oh, zie ik er haar geknipt. Je hebt je haar gekruld. Ja, kut hè. Nee, nee. Kijk naar over. Ja, dat is kort hoor. Ja, je bent echt een jochie. Ja. Nou ja, dan ben ik zo'n cougar, toch? Ik heb meer te schelen. Maar dit zijn ze dus. En die gaan we meenemen. Want, moeilijk voor te stellen, I know. Maar ik maak op het YouTube kanaal fashion video's. En dan voornamelijk fashion over voor mannen. Oh, kuttig. Ik ben vergeten een shirt. Oh, ik ben te veel dingen tegelijkertijd aan het doen. Maar wat het is, en mijn kennis die ik dus deel in de video's, die heb ik natuurlijk gewoon van onderzoek doen. Niet vanuit mijn losse pols of omdat ik een opleiding heb gehad. Dat is allemaal niet natuurlijk. Ja, deze moet ik hebben. Dus het is wel goede informatie. Niet per se 100% mijn bedachte dingen. Nou, de video van vandaag eigenlijk wel. Ja. Vertel ik later meer over. Hey. Troep. Dat is zieke specialiteit. Troep vastleggen. Hè, Liefie? Ja. Oh, maar we hebben ik kan nog wel meer laten zien. Oh. Nee. Je bent donker, hoe kan het een donker zijn? Kijken. Je hebt tegenlicht. Net vlogger. Tegenlicht? Ik heb wel tegenwind. Inmiddels is het alweer bijna 4:30 en ben ik helemaal vergeten om te filmen. We zijn nog niet klaar. Maar we zijn nu op kantoor en we hebben daar een video opgenomen. En dit is trouwens het uitzicht van mijn kantoor. Sinds kort zitten we hier en het is hier echt een tietenbende, want hier wilden we gaan filmen, maar dat ging niet meer door. Alles opzij gegooid voor shit. We hebben dus bij Vegan Junk Food Bar gefilmd voor de food video. We hebben net een video opgenomen over tech, over privacy. Was super interessant. Maar dan ben ik altijd bang dat het qua om naar te kijken een beetje saai kan zijn. Omdat het qua camera een beetje zit. Maar nu gaan we een leuke video opnemen. Zie ik ga staan bij Nick. Zie ik staan bij mij. Nu. We gaan een leuke video opnemen. Dit wordt leuk. Want dit is mijn fashion video dus. Kijk aan jongens. Oh. Wat zijn ze mooi. Wat hebben ze mooie pakken aan. Dat ook. En wat zijn ze mooi. Absoluut. Zeker waar. Will you marry me en will you be the getuige? Nee. Ik ben hard ook hè. Ja. Oh. Hij is van mij. Nou ja. Ja, nu was het weer oké. Ja. Maar ja. Dus dit is de eerste outfit. En wat de video dus eigenlijk is, is dat elke man eigenlijk een pak moet hebben in zijn leven. Of twee. Of twee. En wat we daarbij dus, of wat ik daarbij heb bedacht, is per persoon, is zowel Nick en Zico gaan allebei 4 outfits aankrijgen. Waarbij dus een pak gebruikt wordt. Of dan wel de blazer, dan wel de pantalon. Of samen, zeg maar. Doodeng. Maar oké. En als jullie dit zien, heeft Rick het al geëdit en staat het online. Yes. Het gaat een leuke video worden. Ik hoop het. We moeten nog even filmen. Dus nu zijn de camera's worden opgezet. Oké, we zijn dus bezig. En dit is een outfit. Nick vindt het zelf helemaal niks. Maar het is een veterschoentjes, pantalon en een baggy trui. Ik vind het wel cool. Zico, die heeft nu een t-shirt, jeans, Chelsea boots. En het is een blazer gaat er weer bij. Zie ik. Oh, sorry. Nou, en dit waren de 8 outfits met de pakken. En de mannen hebben even een outfit aangedaan wat hun favoriet is. Ja. Vertel, Nick.
Ja. Oké, bedankt voor het kijken. Doeg! Ja, dat is vlekkeloos, jongens. Oké, it's a wrap. Nu heb ik zin in wraps. Ik heb gewoon trek. Ik ben een beetje buiten adem. We hebben vanmorgen tot... Nou, het is volgens mij... Het is 6:15, dus dat is echt heel netjes. We hebben op schema gedraaid en zelfs wat eerder klaar. Nu dus opruimen. En morgen hebben we weer zo'n dag. Maar ik denk dat Ziek en ik... Volgens mij in de breaks en tas. Oh, zometeen iets heel lekkers gaan eten. En Ajax speelt zometeen... Wat vind je trouwens van mijn kantoor hier zo? Zeg maar, hier werk ik. In de Adam Tower in Amsterdam. Leuk. Top. Dan ga ik nu voor jullie een timelapse maken. En dan kunnen jullie zien hoe leuk het hier is. My life wasn't perfect, yeah, I know that now. When it came crashing down, all I know was that I... En ik ga even kijken welke lift we krijgen, want de mannen willen even boven roken. Edward. Oh, minst favoriete lift. Nou, dit is deze lift. Dit is eigenlijk gewoon rare kleuren die je ziet. Dat is een disco lift. Ja, dat is karaoke. En deze lift kan je gewoon helemaal naar boven kijken. Nee, naar beneden toch? Ja. Nee, naar niet naar boven. Beneden. Ja, met een lift. Echt? Oh, ja. En je hoort dan zeg maar de wind, want die is zeg maar eigenlijk open. Een beetje soort van. Oké. Dat is wel heel cool. Maar jullie gaan wel zien, dit is zeg maar een beetje een soort van space kleurtjes. Welcome to the future. Thanks. Nou, de lift zat net helemaal vol, dus ik heb de jongens net afgezet. Maar dit is dan de lift. Eén kleur. Hij is nu paars en wordt rood. Roze, rood. Nou, helemaal leuk. Echt, ik ben dom. Ik heb gewoon niet mijn verdieping gedaan, maar nu nul. Nu ging ik helemaal nul. En dat kun je dus niet in de lift aangeven, maar dat moet je er buiten doen. Dus nu moet ik dat even opnieuw doen. Oké, maar ik heb geluk, want ik kan je nu laten zien. Ik ben met lift B en dat is mijn favoriet. Want... Karaoke! Hier. Morgen niet bestaan, leef. Alsof het nooit tegen tap is. Dat was gênant, hè? Alles wat je kan, ga. Normaal is het een leuker nummer. Zo, ik wist niet dat ik er zo bij zat. Ik zat op de bank en we hebben eten. En ik ben een beetje pittig eten aan het eten, dus mijn lippen zijn helemaal... rood en ik heb een beetje een loopneus. Oh, wacht. Wat is er? Niks. Ja, gaan we weer. Ik pak even benzine. Oh ja. Kun je ook een mes meenemen? Wat voor een mes? Aardappelschilmes of zo. En ik eet telo bakkeljauw. Wie weet wat dat is. Ik ben gewoon benieuwd wat hierin zit. Nee, ik denk niet dat het happy socks zijn. Geen Happy Socks. Het is van Kiehl's. En waarom gebeurt me dit altijd? Er staat op Maaike. Dit is voor Maaike. Maaike, bedankt. Maaike, ik hoop dat jij wel ME hebt. Nummer 1 bestseller globally. Dat is nice. 24 uur hydration. Oh. Een facial toner. Om nog te zeggen, als je je gezicht reinigt, om hem dan nog een keer goed, even goed te reinigen, doe je een toner, denk ik. Moet het even gewoon goed opzoeken. Goed lezen ook, hè? Voor mijn huid. Mm-hmm. Ja, maar Kiehl's is gewoon goed. Kiehl's is top. Okay. Maar ik vind het alleen vrij prijzig. Maar dit pakje zit erin, die heeft Zico nu vast. En dus deze toner. We kijken Walking Dead en dat gaan we nu dus kijken en... oh, je hebt nog meer eten gepakt. Ik was een beetje langzaam qua eten, maar Zico heeft nog wat eten gepakt. Wat vind je van mijn haar gekruld? Mooi. Gekruld. Echt? Ja. Alleen is het net gekruld met het krulton, vind ik altijd. Ja, dat ziet er heel raar uit. Ja. Vind je van mijn haar gekruld? Jij moet het nog een keer stylen, want je hebt 1000 volgers op Instagram gehaald. Oh, ja. Dat is mijn opa en die hangt op Pocket Call. Ja. M.A.O. Nee.
Ik heb geen toetje gehaald. Wie is er trots op mij? Jijzelf vooral. Ja. Nou, dat is echt cringy. We gaan naar boven. Het is... gewoon niet zo laat, maar... stuk gewoon. Dit is natuurlijk werkdag... Zes, ja. En morgen 7. En daarna weer 5 dagen werken. Zeg maar dan pas weer weekend. Het is 9:45 pas hoor. En ik wil niet klagen. Want ik ga nu lekker 9:45 al gewoon mijn nest in. En morgen hoef ik helemaal niet zo heel erg vroeg eruit. Ik heb nog heel veel één tip. Die ik heel veel met jullie wil delen. Even snel. Want ik zeg net tegen Zico dat we naar boven gaan. De tip is... deze tasjes zijn er bij de Zeeman. En het lijkt net of hier geen drol in kan. Maar trust me, hier kan zoveel in. En deze zijn €2,99. En ze zijn organic cotton. Dus dat is helemaal top. Ik heb een gele. Een paarse. Een zwarte. En een witte. Oftewel, geen één reden om ooit nog meer een plastic tasje te gebruiken of aanschaffen of te doen. Want deze tasjes zijn super leuk. Dus dat vind ik dan leuk om deze te hebben. En ik had al een tijdje geleden op mijn Instagram ook nog een andere tip gegeven. Dat is namelijk een broodzak. Staat in mijn Instagram highlight. Dus anders ga ik het dubbel vertellen. Dus misschien hebben jullie dit allemaal al een keer gezien. Kijkt iemand van jullie ooit nog Instagram highlights? Weet je wel, dit zijn die highlights. Die dingen zo op je profiel. Ik heb er best wel een hoop nog staan. Maar eentje daarvan is... tip van je girl. En dan vertel ik over dat ik zo'n broodzak heb gekocht, zeg maar. En ik heb een hele highlight met allemaal dingen van Zico en mij. Zo, dat is echt lang geleden. Nou, cute. En ik heb een paar van mijn favoriete spots in Amsterdam. Van al mijn beste vriendinnetjes. Vakantie in Spanje. Amerika. Kopenhagen, Lissabon, Londen. En dat was het. Het feest kan niet op. Volg me nu op Instagram. Dit is schaamloze zelfpromotie. Volg mij dan. Kijk hoe verkrekt mijn telefoon ook is. Ik denk dat jullie niet eens goed kunnen zien hoe erg het eigenlijk is. Het is echt heel erg. Nou ja, naar boven. The Walking Dead verder kijken. In de slaap. Gaat verder, gaat het prima. Welke posities ze mij nodig hebben. Ja, daar ben ik. En het is zondag. En we hebben zo meteen weer een nieuwe draaidag. We zijn een beetje vroeg, we zijn aan het wachten. Dus Zico zit hier voetbal te kijken. Jari is waarschijnlijk koffie drinken en dingen over camera's opzoeken. En het is prima weer. En ik ben echt heel erg benieuwd. Gisteren hadden we dus informatievideo's. En vandaag hebben we challenges. Dus dan moeten we... Okidoki! Oké. Werkt. Oké, we staan nu bij Loogman. En daar moeten we dus blijkbaar de auto eerst gaan wassen. En dan krijgen we een challenge. En hier is Arossa. En de rest van de crew. De jongens hebben het koud. Hele draaidag gehad. 1 wijntje nu thuis. En dan gaan we lasergamen. Wow. Gelopen. En dan in het videoteam. Maar ook wat foto's. En de laatste week gewoon nu nog naast mijn studie. Zoveel mogelijk gewoon foto's en videoclips te doen. Eigenlijk voor iedereen die het wil. Zit op de film, Martijn. Black light. Wat is je naam? Ja, wij zijn groen. Wil jij herdersmurf zijn? Wat? Waar staat de naam aan, man? Oh, nee. Green. Ontdekkersmurf. Waarom allemaal smurf? Nou ja, laten we het gewoon doen. Oh, gear up! Oké, je ziet niet heel veel. Maar hier waren we net aan het lasergamen. Ik ben even gesneakt om even te filmen voor jullie. En allemaal dit soort gangetjes. Zo heftig. Tot 50. Ik ben derde plek. Ik vierde. Sterker. Jij? Wat was jij? Elfde. Ja, come on, man. Ik ben echt aan het zweten. Ik heb een trui aan. Wat ik nu moet doen? Wij zaten in hetzelfde team. En team groen. En we hebben ook heel eventjes een... hoe heet dat? Dat we even samen gingen. Ja.
En dat was heel snel weer klaar. 10 seconden, nog niet eens. Nee, maar ik dacht... Ik zou alleen maar wachten. En ik dacht dat jij zegt... En ik wilde tegen jou zeggen... Ja, links, ik rechts, maar ging. Nee, ik was ook heel tijd, jullie wilden het in mijn eentje. En dan kwam ik met Giacomo tegen en dan ging ik weer dood. Toen was ik net leven, dan kwam ik met me tegen en ging ik weer dood. Ik had hetzelfde. Ik ben ook toen kwam met die guy tegen die je werkte en die is wat Call of Duty doet elke dag dit. Ja, ik zeg maar iemand die doet, iemand die hier werkt, die deed ook mee. Hey, leuke dag. Lekker hoor. Ciao. Oké, hallo. Ronde Dos. Ook wel een leuke naam uitkiezen dan, als ik toch kan kiezen. Wind Charger. Wat is deze? Ik voel het wel. Warpath, sowieso. Sea Spray, oké. Sea Spray? Oké. WC-reiniger. En we zijn dus bij Silverstone en je kan hier ook karten. Dus de jongens gaan karten. En Zico zit al klaar. En de rest, oh nee, hier is Giacomo. Maar de rest is nog allemaal daar. Oké, ik heb continu voor Nick gefilmd. Maar Zico die heeft gewonnen. Super dik ook nog eens, dus dat is leuk. Even kijken hoor. Zico heeft 13 rondjes gereden. Degene die daarna is 12 en degene daarna 11 maar. En Zico's fastest lap was 39,90. Ga naar mijn YouTube kanaal, Chill Jam Gaming. Zit in de beschrijving, je weet toch. Gaming video's. Facecam zit erop. Like, subscribe en turn on your notifications. Subscribe naar haar sowieso voordat je bij mij langskomt, anders wil ik je niet. En volg mij op Insta. Nee, doe dat niet. Wat is je Instagram dan? Ja, joy.dv.esquire. En bij mij memet.m.b. Als je echt interessante foto's wil zien, dan volg je natuurlijk. Ja, foto's komen er ook wel bij, dat is wel interessant. Dan volg je natuurlijk gewoon @mevanderpel. En als je je verveelt, volg je natuurlijk Zico Wessel. En natuurlijk ook @JariVisuals. Ja, maar dat doe je als je als we hem erbij te halen. Inmiddels in bed. Ik ga de vlog afsluiten. Net een goede shout-out. Shout-out sessie. En ik heb beloofd dat ik hem in de vlog zou laten. Dus ja, ga ze vooral volgen als je er iets van verstaan hebt. Ik heb namelijk niet echt verstaan wat bijvoorbeeld Joey's Instagram was. Nee, ik ook niet. Maar het gaat vooral om de laatste natuurlijk. De laatste? JariVisuals. Ah, ja, dat is zo leuk. Ik weet niet of jullie Jari herkenden, zeg maar. Maar Jari is mijn stagiair geweest. En is sinds hij klaar is met stage wel eens ingehuurd door ons soort project volle bak. En dat is echt heel erg leuk. Mocht je geen idee hebben waarvoor ik opnames heb gehad vandaag. En dat is dan voor het YouTube kanaal volle bak. En dat is dus iets wat mijn werk produceert voor onze klant Toyota. En ja, vandaag weer een draaidag gehad en gisteren dus ook. En ik ben helemaal kapot. En morgen weer om 9 uur op kantoor zijn, dus ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop heel erg dat je de vlog leuk vond. Ik heb een foto op Instagram geplaatst. Deze foto, niet vergeten in te editen ermee. En ik zou het super leuk vinden als je bij die foto wat leuks in de comments achterlaat. Blauw hartje. Ik heb dan ook een blauwe jurk aan, dus dan is een blauw hartje wel op zijn plaats. Oh, oorbel heb ik nog in. Is een blauw hartje wel op zijn plaats. En ik hoop gewoon dat jullie die foto ook leuk vinden. Dat hele Malta feed op Instagram. En dat was hartstikke mooi natuurlijk. Dus ik hoop, ik moet eigenlijk weer, sinds ik weer in Nederland ben, heb ik geen foto's meer gemaakt hier. Moet ik eigenlijk weer eventjes doen. En dan kan ik allemaal weer leuke content plaatsen op Instagram. Want ik groei echt totaal niet op Instagram. En dat kan dus niet erg, maar dan wil ik wel even weten waarom. Weet je wel, als ik gewoon weet waarom, dan is het top. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Nou, mocht iemand een idee hebben of een reden waarom je me niet volgt. Echt met een specifieke reden. Niet alleen omdat je geen Instagram hebt of me gewoon niet volgt. Maar echt een reden. Dan ben ik echt heel erg benieuwd. Want dan kan ik er wat van leren. Niet dat ik wil dat jij weer gaat volgen. Maar dat ik er wat van kan leren ofzo. Bedankt voor het kijken en tot zondag. Doei doei. Wat moeten ze allemaal in de video zetten dan? Onder deze video? Ja. Zet maar. Zico, wat is je haar kort? En ik ben eigenlijk al aan gewend. Ik vind het al leuk weer. Dat is wel een lange zin als je dat. Nee. Zico, wat is je haar kort? Ja, alleen dat. Ik ben er al aan gewend. Nee. Zico, wat is je haar kort? Doeg! Oh, doe jij maar. Zico.